Zoals elk jaar maakt ook dit jaar ieder team een eigen joker. Deze joker wordt beoordeeld door de jury en levert punten op. Ook zet je de joker in op het spel waarvan jullie denken goed te scoren. Deze punten tellen dan extra mee. Maar dit jaar is er iets nieuws bij de joker. Je gaat de joker samen met je team presenteren aan de jury. Je krijgt de kans om in maximaal 1 minuut de joker uit te leggen of jullie groepsjel te laten horen of misschien doen jullie wel een teamdansje. Daarna gaat jullie hele team op de foto. De joker en de teamfoto worden beoordeeld door de professionele jury. Zorg dus voor een mooie joker en dat jullie team herkenbaar is. Het thema van de Dorpszeskamp is dit jaar 20 jaar Jeugdzeskamp. Dit is het thema voor zowel op zaterdag als op zondag. Bedenk iets origineels bij dit thema. Succes met de voorbereidingen voor de zeskamp en de jokerpresentatie. Maak er iets moois van.